aan deze kant zijn ze ook al begonnen. Ja, zo lieve vrienden, daar zijn we weer. Het is weer een nieuwe dag. Het is vandaag dinsdag 6 juli. Mijn moedertje had vandaag jarig kunnen zijn en daardoor ben ik ook laat, omdat ik uiteraard vannacht weer lag te piekeren en te doen en aan mijn moedertje lag te denken. Dus ja, voor mijn moedertje, gefeliciteerd erboven en vier het met z'n allen. Ja, en... ik hoop dat ze daar een mooie dag zal beleven met elkaar. Ik ga bij de boefafjes uit en als ik thuis kom, dan pak ik de scootmobiel en dan gaan we de markt over. Ja, doe maar een kleine, want het moet je ook die lucht zien. Ik vertrouw het voor geen cent. En waaien? Mijn hemel, je waait zo wat uit je kleding vandaan. Nou ja, het mag. Ik heb weer een witte korte legging eronder, dus... geen problemen ermee. Ja, verder kunnen ze niet kijken dan dat. Ja, toch? Maar in ieder geval, lieve vrienden, alle gekheid op een stokje. Deze jurk is trouwens niet roze. Ik zie zelf dat hij op de camera roze is, maar deze is, ja, fel oranje. Het is oranje. Maar ja, het is ook net hoe licht erop schijnt, denk ik. Nee, hij blijft op de camera roze, hè. Knalroze, maar het is oranje. Ja, en geen roze. Het is eigenlijk de zalm oranje, hoe noem je dat? Zalmkleur, maar dan fel. Ja, hij springt echt eruit. Hij is echt ook wel heel erg mooi. Maar oké, en hij is wel oud, maar hij blijft mooi. Tenminste, dat heet oud. Ik heb hem wel al gekocht nadat mijn mannetje was overleden, dus ja. Maar hij blijft gewoon mooi. Ook als ik gras heb, ik hang hem gewoon nat op aan een knaapje, aan de gordijnrails. Hè, maar dat hang je niet met knijpers op, want dan krijg je knijperafdrukken erin. Nou, dat vind je ook weer niet mooi, wel? Nee, ik niet. Ah ja, ik zie weer van alles op mijn beeldscherm verschijnen van mijn computer, wat ik ook niet weet wat dat is. Maar ja, daar maak ik wel weer een foto van en dat stuur ik wel door naar... Roderick, dus ja, komt allemaal wel goed. Ze zeggen, lieve vrienden, welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Weekdeboel. En geniet van je dag, doe het met een lach, geniet met ons mee en ja, geniet van alles wat jullie maar willen. Ja, ik zou zeggen, tot later, lieve vrienden. En ik neem de GoPro mee op mijn mobiel. En dat is sowieso mee, mijn mobiel, dus ja... Wie weet gebruik ik die ook nog, maar GoPro gaat mee en die doe ik aan als ik de markt nader. Ja, dus voor de rest zie je het gezellig wel. Ik zeg het later. Ja, lieve vrienden, ze zijn nog steeds met die walbeschoeiing bezig. Ze zijn al een heel eind die kant op, maar aan deze kant zijn ze ook al begonnen. Zoals jullie zien hebben de bomen allemaal een jasje om. Van allemaal planken en touw. En daar staat een kraan en een vrachtwagen. Dus hij is de kanten al aan het kaal halen. Zo van de overkant. Dus ja, daar rijdt de beste man. Daar loopt hij. Die meneer, die hebben al wel eens gesproken. Dus ja, komt allemaal goed, lieve vrienden. Dus enkeltje, het is daar één zwijnenstal. Maar ja, dat regent ook wel weer weg als het gaat regenen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, dit is die walbeschoeiing weer. En we merken het wel hoe het gaat en hoe het eruit komt te zien. Want dat weet ik ook niet. Nee! En ik zie het meerkoetje ook niet meer. Ik denk dat die klaar is met de kuikentjes. Want ook de kuikentjes, ik zie ze niet, ze zullen wel ergens anders heen zijn. Ja, dat heen je, hè, met kleine diertjes. Ook die worden groot. Dus, nou, we gaan weer verder lopen, want er komt er nog eentje aan met een hond. Dus ik zou zeggen, tot later.
Ja, lieve vriend, ik ben weer thuis, want er is niks aan. En je waait zo wat weg met je booster en al weet ik van waar naartoe. Als ik vleugeltjes had gehad, had ik misschien dan wel weer in Den Haag gestaan. Maar ja, nee, helaas. Maar oké, ik ben weer lekker thuis bij mijn meisjes. Dat, ik ga hier eventjes even weer naar mijn spel toe. Ja, dat wil ik wel weer even doen, want dat moet je toch wel even bijhouden. En daarna ga ik weer vlogs in elkaar zetten. En ik moet filmpjes weer in mappen zetten. Dus ja, ik heb een hoop te doen. Maar wat ik eerst ga doen, dat is een bak koffie maken. Ja, daar heb ik zin in. Hé, Rijka, of niet dan? Rijka is een mijn meisje. Rijka is een mijn meisje, nee, ja. Rijka is een mijn meisje. Hé? Ja. Dus ja, lieve vrienden, zo is dat. Ja, dat ik ga lekker een bak koffie maken en ik zou zeggen, dat laat het maar weer deze dag. Doei! Ja, lieve vrienden, mijn eten ligt weer, staat weer voor me klaar, wil ik zeggen licht. Ja, ja, het ligt op mijn bord. Ja, en mijn bord die staat. Dus ja, ik heb eigenlijk gelijk. Maar het staat weer klaar voor mijn neus met een bakje koffie en nee, geen ander drankje. Ik heb net een watertje gedronken. Maar dat is gewoon normaal rode kool uit een potje. En een hamburger en gebakken ui. Meer heb ik niet nodig. Nee, ik hoef niet naar... Nee, niet nodig. Nou, en daar ligt onze Elwing. En daar ligt onze Rijka. En kan dat? Nou ja, die is boven. Ja, kan er ook niks aan doen. Nee, kan er niks aan doen. Die heeft ook eten gehad en die is naar boven gegaan. Maar het is ook raar weer. Het was, hoe moet ik het zeggen, bewolkt. Zonnig. Ja, het was zonnig. Blauwe lucht. En heel harde wind. Met rukwinden erbij. Ja, nou, dat is niet leuk meer, die rukwinden. Nee, harde wind, oké. Maar die rukwinden ertussendoor, dat hoeft voor mij ook niet. Maar ja, doet er allemaal niet toe. Ik ga lekker een hapje eten. En ik zeg, tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, ik ben weer eventjes retour. Het is, hoe laat leven we eigenlijk? Ik weet het niet eens. Even kijken, 21:56. Maar ja, ik ben een beetje ontdaan, verdrietig. Terwijl het, ik hem enkel maar van de televisie kan. Maar ja, Peter R. de Vries. Ja, ik zou zeggen sterkte en zet hem op, blijf leven. Ja. Wordt weer beter. En niet alleen nog voor ons, maar ook voor jezelf en je familie, vrienden, kennis, etc. En diegene die Peter R. de Vries heeft neergeschoten, geef jezelf aan. Ben jij een laag persoon? Lager dan laag kan je niet zinken om iemand gewoon maar neer te schieten? Wat ben je mee bezig? Heeft hij jou wat aangedaan? Zo ja, dan kan je dat ook mondeling of via de rechter uitvechten. Maar je gaat niet... zelf rechtertje spelen om iemand neer te schieten. Want je doet heel veel mensen daar verdriet mee. Ook toevallig de kijkers, onder andere ik. Ja, mijn persoon. Doe je er ook veel pijn en verdriet mee. Je gaat geen eigen rechter spelen. Dat doe je niet. Nee. Dan speel je het via de rechter uit. Als de ander wat misdaan heeft in jouw ogen. Maar ik hoop van harte. Maar ook van harte dat hij mag herstellen. En de artsen, dat die hun best doen om Peter te laten leven. En dat hij zijn leven weer terug kan krijgen. Dus ja, maar oké, lieve vrienden. Ik ga verder kijken en luisteren naar wat er gezegd wordt. En ik hou jullie natuurlijk op de hoogte ook. Ik vind het bizar erg. Maar ik sluit ook deze dag af. En ik zou zeggen, welterusten allemaal voor later. En morgen hopelijk weer gezond doen opstaan. En komt er nog een break dat ik meer weet, kom ik ook nog weer even terug. Om het toch even via deze media het aan jullie door te geven. Ik zou zeggen, tot later. Doei.